Nog een jaar of 10 blijft dit een vertrouwd beeld langs de Maas in Limburg. Machines die grind weggraven. Eerst wordt de bovenste kleilaag verwijderd. Dan komt er een enorme grindvlakte tevoorschijn met een grindpakket dat wel tot 10 meter dik kan zijn. Dat wordt aan de rivierkant zo afgegraven dat er geen diepe putten ontstaan, maar een brede rivier met langzaam oplopende oevers. Verder van de rivier af wordt dieper gegraven. Aan de ene kant halen machines het grind weg. Aan de andere kant wordt de dekgrond die eerst verwijderd was, teruggestort. Wat overblijft is een verlaagde weert waar plant en dier vrij spel hebben. Aan de waterkant blijft er veel grind zitten. Daar mag de rivier mee spelen.